Wat denkt hij wel? Wat is dit, hè? Kom op! We hebben er nu schoon genoeg van. Met hem, kunt u mij horen? Zo, even wat verwachtingsmanagement. We gaan het deze aflevering weer hebben over, jawel, kunst met een hoofdletter K. Dus iedereen die daar geen reet aan vindt, zet hem lekker uit. Ga lekker een boek lezen of Netflixen. Uh, of luister de andere afleveringen die we gemaakt hebben deze week. Twee leuke afleveringen die ik graag nog eventjes aanstip. Maarten die de kieswijzer invult en een zeer verrassende uitkomst daarbij krijgt. En we hebben het over het falen van de overheid. En verwacht daarbij geen klaagzang over Rutte. Nee, Maarten die legt klip en klaar uit waarom het gevaarlijk is als de overheid niet goed functioneert. Die afleveringen die hebben we voor je samengevat in de show notes. Het is toch slecht weer dit weekend, dus kruip lekker onder een dekentje bij de open haard. ...en luister naar Maarten van Rossum de podcast. Gaan wij verder met de kunst, toch? Oh ja, ik wil iets. Uh... We hadden namelijk twee brieven over de kunst. En in die ene brief stond van zeg, wat is dit voor onzin. Dat is een historicus, die man die weet geen klap van kunst. Dit moet meteen afgelopen zijn, anders luister ik niet meer. Kunst, kom op. Kunst, daar hebben we kunstdeskundigen voor nodig. Dat is zelfs, ik ik parafraseer het enigszins. Ook op die typische geërgerde toon. die sommige van die briefschrijvers zich permitteren. alsof zij thuis ook. Eh, zonder daarover te vergaderen. bepalen wat wij hier in dat autootje gaan zitten doen. He. Dat was brief 1. En brief 2 was. Ik had net schoon genoeg van al die opvattingen. van Verrossem over de politiek. maar dit is zo leuk. nu ga ik weer luisteren. Kortom. Ik zeg dit speciaal natuurlijk voor alle luisteraars. Wij kunnen het onmogelijk iedereen naar de zin maken. Wij krijgen twee brieven. die totaal verschillend zijn in hun benadering. van de allereerste keer. dat wij de Euvelen moed hebben gehad, volgens de een. en het genie, volgens de andere brief. om een kunstwerk te bespreken. in casu, een schilderij te bespreken. Dus ja, ik, ik weet het ook niet. Wat, je, wat, wat hier het beleid moet zijn. Wat, ik vond wel in beide brieven die. Die, die als het ware vanzelfsprekend geïrriteerde toon. waait dat over van Twitter? Hè? Wat denkt die wel? Wat is dit? Hè? Kom op. We hebben er nu schoon genoeg van. Dit, dit, dit werk. Hè? Hoe, hoe komt dat toch? Wat, wat is dat voor, voor huiskamer Om het maar even zo te formuleren. Ja, dat weet ik ook niet. Ik, het viel mij wel op dat het dus ook. Best, ik vond best wel het sentiment positief, moet ik zeggen. Ja, je hebt nu meerdere brieven meegestuurd. Maar ook iemand van de Universiteit van Amsterdam die een lezing houdt over kunst en die heeft jou meteen uitgenodigd om een keer te komen luisteren. Oh, is dat is dat zo? Ja, okay. dat was ik ook ergens, ja. En ja, dat heb ik dan weer niet gezien. Het viel mij wel op dat uh, normaal luistert 88% de hele podcast af. Dat ja. was bij deze 60%. Tenminste, wat ik van de week zag. Ja, kijk aan, daar heb je het dan. Dus dus best wel aanzienlijk deel minder. Ja. Dat hem helemaal afluistert. Ja, dus kennelijk zijn ze wel geïnteresseerd eh, in het geraaskal van het eerste gedeelte van, van de podcast. Maar dus die kunst dat, is, dat gaat ze een. Hè, dat is toch die brief van. Kom nou, gauw kunst. Daar weet die vent geen klap van. Ook dat is een punt, dat is natuurlijk al vaker aangesneden, mij kan dat grenzeloos irriteren. Eh, als je ergens in redelijk in verdiept en je hebt een normaal werkend gezond verstand en een wat bredere kennis, dan is er alle reden om aan te nemen dat je daar best iets harder over kunt zeggen. Of dat nu auto's zijn, niet waar, of kunst, of weet ik veel wat. Want op deze manier, dat, dat blijf ik volhouden, als je natuurlijk zegt, alleen deskundigen... alleen gepromoveerde kunsthistorici staan wij toe om hier iets over te zeggen. Dat betekent dus dat je het opsluit. Hè, dat het een soort bubbeltje is van deskundigheid. Het, het idee dat deskundigen altijd gelijk hebben is een ingrijpende misvatting. Ja. Er bestaat een enorm leuk boek van de meneer Tedlock. En dat gaat over betrouwbare voorspellingen. En daarvan kun je met name leren dat... Hele sterk gespecialiseerde deskundigen, vaak wel over één onderwerp alles weten, maar daarbuiten vaak geen idee hebben hoe zaken in elkaar zitten. En dat, dat, is, dat zou mensen zeggen. Je maakt de feiten door altijd te vragen naar deskundigen, maak je elke vorm van maatschappelijk debat onmogelijk. Hmm. Dat wil ik ook wel mooi zo vinden. Want de deskundigen zijn, zijn meestal de, uh, betrekkelijk dichtgetimmerd, is mijn indruk. Ja. Ik zou het ook wel mooi vinden als er dus iemand is die dit nog nooit gezien heeft. die toch even is gaan googelen aan de hand van jouw verhaal. Ja, zeker. Je en die dat ziet. Maar aangezien wij geen flauw idee hebben van de getallen. maar in dit geval dus toch wel bemerken dat. Het zes, wat, wat is het, 40 procent? Hoeveel, hoeveel mensen luisteren normaal een podcast ja, af? Normaal is het, gaat het naar zo'n 200.000. maar dat is zeg maar helemaal aan het einde van de cyclus. en die duurt denk ik een maand. Er zijn ook mensen die nu nog uh, tien afleveringen teruggepast aan het luisteren zijn. Ja, echt waar? ja, dus die moeten die kunst nog gaan luisteren. Ja, dus een beetje denken aan die, aan die bijvoegsels van de, van de deftige kranten. En waar je die steeds op een stapeltje legt. Ja, ik moet ze nog even lezen. Maar ja, na een maand ligt er een kilo papier. Ja. En dan heb je nog steeds al die bijvoegsels niet gelezen met die ongelooflijk boeiende artikelen erin. Maar goed, wat vind je van dit percentage? Stel dat dit bij de NPO besproken zou worden. Zouden ze dan zeggen, nou, toppercentage, gaan we mee Nou, daar zouden ze we zich, we zich wel zorgen over maken. Ja? Dat is mijn eerder. Ze zouden toch geneigd ja. zijn te zeggen, weet je wat we doen? Dus die eerste 60% van het, van het betoog, die zetten we op Nederland 1. En dan zetten we die, dat gelul over kunst, waar die toch een bal van af weet, dat zetten we op 3. He, Nederland 3. Dan luistert toch niemand naar. ...bij wijze van spreken. Ik zou zeggen, het is duidelijk, ik ben wel bereid... ...zoals gewoonlijk, om tot een compromis te geraken. En ik zou zeggen, laten we de ene week iets aan kunst doen. Want er waren ook hele enthousiaste reacties op kunst. En ik viel me op vooral twee, volgens mij vrouwen... ...die zeiden van hoe leuk het was en hoe fijn het was... ...om er naar te luisteren en ik weet al niet wat. Dus ik zou zeggen, de ene week doen we kunst... ...en de andere week doen we, wat zei die man ook alweer... Schoenmaker, blijf bij je leest. Eh, historische vraagstukken, waarop hij meteen een vraagstuk voorstelde... waarvan ik dacht, dat ga ik zeker niet doen. Dat <laughs> leek een ontzettend melig vraagstuk. Nou, ze zeiden ook van, je bent historicus... en je hebt nog lang niet alle gebeurtenissen uit de historie besproken. Dus ga dat eens doen. Dat moet ik zeggen, daar kijk ik van op. Dat u erachter bent gekomen dat ik historicus ben en nog lang niet alle zaken uit de geschiedenis. Want waar laat u die geschiedenis dan beginnen eigenlijk? Mag ik mij bijvoorbeeld als, als historicus verdiepen in het oude Akadië? Mag ik ook nog een lollig collegeetje doen over de Hettieten? Of over de Zijderoute? Of over de Ming-dynastie? Hey, moet dat, gaan we dat ook doen? Of, of zegt u van nou, nee, 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 nee wacht nou eens even. Hè, misschien moet u zich verdiepen in wat mijn enige specialisme ooit geweest is, de koude Waar je ook wel eens denkt: wat was er dan als die koude doen? Nou, ik denk dat er heel veel luisteraars zijn die zeggen: Nou, dat onderwerp zou ik nog wel door Maarten behandeld willen zien worden. Je bedoelt de heer Tieten. Nou ja, of iets anders uit de geschiedenis wat we nog niet gedaan hebben. De geschiedenis van Afrika zie ik nog steeds altijd. De, <laughs> de geschiedenis van Afrika, nou dat is wat zeg. <laughs> of Israël, willen mensen hier ook over horen. Ja, Israël, dat is wel... Of over de Balkanoorlog. Ik heb mailen met Israël. Ook in handen gevallen van een ongelooflijk onaangenaam sujet. Hè, die Netanyahu, ook zo'n spierballen politicus die alleen maar narigheid veroorzaakt. Maar misschien moeten we uitleggen dat jij behandelt wat je zelf interessant vindt. Dat ja, je dat niet, is, ja, je gaat is, je niet inlezen. Ja, in iets? ik ga dat in, zeg het nog maar een keer. Ja, ja, je wilt dus doen wat je zelf interessant vindt. Zo is het. Ja. En je gaat niet voor luisteraars een boek lezen en daar dan wat over vertellen. Nee, daar komt het wel een beetje op neer. Omdat het vaak dingen zijn waarvan je denkt: van ja, dat heeft in mijn hoofd eigenlijk geen grote urgentie. En, en ja, je weet zelf hoe, hoe, je, hoe je een leven leeft. Je loopt tegen iets aan en denkt: oh, wat rollig. Daar wil ik wel eens even in verdiepen. Nou, dan als je er even in verdiept... ...je kunt het zo gek niet verzinnen... ...als je er even in verdiept blijkt het altijd interessant te zijn. Dat, dat is een... een hè? ...neem nou, we staan, we staan hier achter een boom... Ja. ...dat is een oude acacia... ...en dan vraag je je af hoe komt die, die acacia stam... ...aan al die wonden die er eigenlijk aan zitten... ...want het zijn een soort wonden van de stam... ...en bovendien hoe komt het nou dat stammen van bomen zo verschillend... Structureel in elkaar steken. Want je kunt er in één oogopslag zien dat het A, geen beuk is, gladde stam, of een eik, dat is weer een heel ander ribbelpatroon in principe. Kortom, we hebben ons er nog niet in verdiept, maar je kunt er zoiets over zeggen. Waarom doet de ene boom het in de stad beter dan de andere boom? Bestaat er een geweldig leuke BBC-documentair over stadsbomen en over het gruwelijke bestaan van stadsbomen. Dat die echt keihard moeten vechten om, om zeg maar te overleven in de urbane situatie. Nou ja, je kunt overal iets interessants van maken. Maar ja, er, zijn altijd, er zullen altijd dingen blijven liggen waar je niks aan kunt doen. Of omdat ze je geen in bal interesseren. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Ja. Ga je nu het boek doen? Of uh, de, sorry. Uh, het, het schilderij stoel. moet ik nog doen. Ja, ja, hoe laat is het nu? Even kijken. Het is nu tien over drie. Oh, kunnen we dat schilderij toch nog wel even doen. Moest je ergens naartoe? Nee. Oké. Oh. Nou, ik had beloofd om met mijn kleinzoon in eindje in de Tesla te rijden die ik oh, erin ja. heb. Maar eigenlijk zie ik er enorm tegenop om in die Tesla te gaan rijden. Omdat ik eigenlijk de hele instructie, waar we gaan weer tien dagen geleden ben ik heb grotendeels... Heb je er geten. wel nog in gereden in de tussentijd? Nou, ik heb er, nee, helemaal niet. Oh. Ik heb hem daar neergezet na de instructie en uh, daarna, ja, dat was een reden om te gaan rijden. Om nou alleen te gaan rijden, om te gaan rijden. dat ik ook weer een beetje typisch. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus nu moet ik dadelijk. Hè, misschien kijken, wanneer niet op gang. Moet je dat zeggen? je kunt je dochter meenemen. Misschien kan die helpen. Nee, dat is, is geen Tesla rijden. Oké. Okay. Maar sowieso moet ik hem morgen even wisselen. Ja. Want ik moet. hoe heet het nou? Opnames in Den Haag. gaan ga met mijn broer samen. Gaan wij opnames doen over. de culturele. En infrastructurele erfenis van de Koude Oorlog. In Den Haag. Ja, daarom gaan we ook... Volgende week ga ik iets doen aan de BB, aan de beschermingbevolking. Hmm. Dat is zo'n wonderlijke organisatie. Zo'n zonderling tragi-komisch toneelstuk als dat is. Daar wil ik toch wel even iets over zeggen. Dus volgende week gaan we iets aan de BB doen. Ik weet niet of dan de kunsten bij inschikt, dat moeten wij even afwachten. Ja, je bent nu toch een beetje, denk je, van ja, wacht nou, eens even. Als iedereen van baf de knop omzet, zodra de kunst komt, dan ben je toch, dan denk je toch, ja. Waarom maak je die dingen toch om beluisterd te worden, of niet? Ja, onder andere wel. Ja. Wij zijn nu ook ja, in... dat we het zou ons ter oor komen dat er nog één luisteraar is, ja. hè, die in Centraal-Italië woont. Dan, dan <laughs> zouden we toch denken, het is misschien tijd om eens te stoppen. Nou, we zijn ook in Spotify gezakt naar 16. En we hebben gezegd: als we in, uh, uh, bij 20 of laag komen, dan stoppen we ermee. Oh, is het zo erg? En hoe was het in die andere lijst dan? Ja, daar, we altijd... staan we op, daar staan we op twee. Maar dat heeft ermee te maken dat Spotify wat jongere luisteraars heeft. En wat is die andere lijst dan? Die jij ziet is ook gebaseerd op de Apple-lijst. Dus dat is eigenlijk de mensen die op de iPhone luisteren. Ik is... kan het ding nooit vinden. Ik had dat De laatste maar dan had ik hem weggeknipt. En nu kan ik hem niet meer vinden. Er is een website, toch? Waar je kijkt met het lijstje. En dan staat altijd eentje boven ons. En ja. dan komen wij. Ja. Ja, dat is Apple. Dat is de Apple-lijst. Oh. Maar Apple heeft wat oudere luisteraars. Dus de wat oudere luisteraars luisteren ah, via Apple. Oké. Okay. Dat is dat paarse ding op de iPhone. En Spotify heeft toch. Daar sta je tussen de. de, de ken je Tim Hofman? Die bij de Voice al? Ja. Toch, die heeft twee broertjes. Die maken ook een podcast. Die zijn heel populair. Die staan daar bovenaan. Oh. En Geraldine Kemper, maar die heeft het allemaal over seks. En met wie ze het allemaal doet. Dus dat. Ja, in Kempen, ik weet niet wie is dat, er ontstaan? Ja, dus die heeft bij Varen gezeten. Oh. Een hele grote aanhang onder jongeren. Oh. Ja, dat ik jongeren niet uitgesproken aanspreek, dat. Hoewel er op die avond laatst hartstikke veel jongeren ja, waren. Er zullen nu mensen luisteren en zeggen, hallo, ik, ik ben jongeren. Ik beschouw me tot de jongeren, ja, en ik luister ja. ook. Ja, dat u zich niet laat wegzetten als een grote heigende bejaardenclub. Ja, dat is wat duidelijk natuurlijk. De omroep Max van de podcast. Maar eigenlijk is er dus geen enkel betrouwbaar systeem waar de populariteit van die podcasts worden gemeten op dezelfde manier als laten we zeggen de kijkcijfers gemeten worden. Nou ja, dat is dus die lijst die jij bekijkt. Die is redelijk representatief. Is wel representatief. Ja, alleen is het natuurlijk zo bij de slimste. Dat kun je alleen maar op MPO1 kijken en je kunt het terugkijken op. Wat heet dat MPO gemist? En hier kun je de podcast luisteren op Spotify, op Apple Podcasts, op DaCast. Er zijn allemaal verschillende platforms waar je het kunt luisteren. Ah, dus de, en dat wordt niet uh, getabeleerd. Nou ja, ieder, ieder platform heeft weer een lijstje. Dus je zou eigenlijk een hitlijst moeten. Ik weet dat de top 40 daar aan werkt. Aan een top 40 podcast-hitlijst. Dat hebben ze een tijd gedaan, maar zijn ze mee gestopt omdat dat niet interessant genoeg was. Ah, maar dan okay. hebben ze wel weer plan om dat uh, opnieuw. Uh... Want wat nog vaak vergeten wordt bij de slimste mens. Want we kregen een soort van uh, kijkersafrekening uh, uh, van het hele seizoen. Wat inderdaad nog weer veel spectaculairder bekeken was dan de vorige seizoenen. Dus Nederland 1 heeft wel verschil gemaakt. Uh, maar wat uh, vaak vergeten wordt is dat uh, op de dag dat de nieuwe slimste mens is... wordt de oude slimste mens herhaald van de dag daarvoor. In de middag of zo? Ja, in de late middag of in de vroege uh, In ieder geval wordt het herhaald. Dat, is, dat tikt toch altijd nog 250.000 kijkers aan. Ja. Dus die, na die, in die eindafrekening die je dan toegezonden wordt. Met allerlei fanfaren. Wat hebben we het fantastisch gedaan. <laughs> Ongelooflijk werk. Daar wordt ook al, die 250.000 kijkers die worden daar ook nog bij opgeteld. Maar dat kunnen ook dublanten zijn. Die het zo leuk vonden. Dat, dat ze dat, nog eens een keer kijken. Ja, maar dat is denk ik voor de... Voor de, de reclamemakers maakt dat niet uit. Oh, Oké. Okay. Denk ik hoor. Nee. Maar ik denk het aantal mensen wat zegt van zo leuk gisteravond. We kijken nog een keer. Kan ik me niet voorstellen. Maar goed. Kan ik me niet voorstellen. Goed. Waar waren we nu? Welk, ja, dus er is gewoon eigenlijk geen systeem. Maar dan moet je mij nog even een, een link sturen dat ik dat ding kan vinden. Waar, waar, die, waar die volgorde in wordt vermeld, zou ik maar zeggen. Je bedoelt de afleveringen? Nee, 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 nee. Maar je kunt zien wie er boven ons staat oh ja. en wie er onder ja, ons staat. Ja. Kijk, we hadden vorig jaar op een gegeven moment. Dat kan had... ik niet vinden namelijk. Nee, dat stuur ik wel even. Dus een webpagina dan kun je het goed zien. Ja, wat ik daarvan gezien heb, is dat ze altijd enige tijd heel populair zijn, maar dan meestal toch een eindje zakken. Ja. ja, ja, dat is dus nu ook zo met Caries van Houten en Halina Rijn, die elkaar opbellen. Uh, de in ja, Amerika. dat was ook een, een one-time hit. Ja, die is ook weer weggezakt. Dat heb je dus allemaal wel meegekregen. Dus je hebt wel... Ja, maar nu, nu, ik, nu keek ik en nu kon ik het niet meer vinden. Oké, okay, de... ik zal even doorsturen. Dan kun je daar naar kijken. Dus, uh, maar goed... Op... Hier, ook hier geldt weer dat ik dan vergeten ben. En uh, je, je, je computer onthoudt eigenlijk ook niet precies. Nou ja, waarschijnlijk wel. Maar dan ben ik dan te lijf om dat op te zoeken. Ja. Maar goed, op uh, de verzoeken, verzoeken van luisteraars luistert u ook eens op Spotify. Dat is goed voor de ranking daar. En op Spotify kun je ook oh. lekker muziek luisteren. Dus als je wat wil luisteren, kan dat ook, kan dat ook daar. <coughs> Oh, ik hoop dat ik het wilde, dat nog. Dat je het overleeft. De grote schade eruit krijgt. Ja. <laughs> heb je nog wat te drinken? Ja, ik heb nog wel wat te drinken. Maar jij zei dus bij, bij, even, bij de top. raak je de 200.000 dus? Ja, als de cyclus helemaal is afgerond. Dus um, je uh, moet het eigenlijk zo. Wat was. Toen ben je iets cyclisch? Nee, 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 nee. Maar kijk, het is zo dat. Um, uh, wat, ik, wat ik eerder al zei. Um, er is een, een trouwe groep luisteraars. Die luistert als er een nieuwe aflevering is, luisteren ze meteen. Hè, ah, dus binnen een dag zit je op, nou we zeggen ze wat, 70.000 luisteraars. Nou, dat vind ik al erg veel. Maar er zijn natuurlijk dan nog uh, een heleboel mensen die zeggen: Ja, ik heb nu geen tijd. Ik luister hem morgen, volgende week, volgende maand of misschien wel uh -huh. nog later. Uh -huh. En zeg maar als je helemaal hem hebt uitgeluisterd, dat er eigenlijk niks meer bij komt, dan zit je op die 200.000. Maar dat kan best tussen het publicatiemoment en dat eindmoment. Dat kan een maand tussen zitten. Helemaal zo tijd. Dus, allerlei dingen die we ooit gezegd hebben. die kunnen na een maand nog. geluisterd nog worden. Beluisterd worden. Zijn er zijn toch ook mensen die zeggen. Ik begin helemaal aan het begin. Ja, 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 daar heb ik wel eens iets over. En dan krijg je dat er ze waren de... ook wel mensen op die avond die zeiden. Ja, ze, hadden, maar, ze hadden alles beluisterd achter elkaar. Dat lijkt me wel een. Nou ja. Ben je even bezig? Ja, zelfs mijn familie. Nou ja, zeker mijn familie zou daar niet toe bereid zijn, denk ik. Nee. nee, nee. Nou ja, goed. Ehm. Um. Jij gaat nu dat schilderij doen? Ja, ik ga nu een, een schilderij doen weer. Dus ja, voor alle, voor alle niet-kunstminnaars, u kunt de knop omzetten op dit moment. En zeker ook die meneer, die vindt dat historici niets te melden hebben over kunst. Wat eigenlijk een hele vreemde opvatting is. Omdat kunst toch zozeer verweven is met geschiedenis, maatschappelijke processen opvattingen, culturele gegevenheden. Maar goed, eh, ik vond eigenlijk altijd eh, dat historici te weinig geïnteresseerd waren in kunst. Dat historici bijvoorbeeld heel verstandig aan zouden doen om, zeker sinds er romans zijn, eh, zeg maar de, de moderne roman, om die te lezen. Eh, er zijn toch tal van 19e eeuwse romans die een fantastisch beeld, tijdsbeeld geven, wat veel en veel beter is dan enige historische beschrijving en, en ook, ook ten aanzien van, van schilderijen of andere toneel, het kan van alles en nog wat zijn eh, is toch eh, is kunst vaak enorm interessant als teken van de tijd dus het, ik vond dat kunsthistorici vaak te weinig wisten van zeg maar wat geschiedenis is en ik vond altijd dat omgekeerd wij historici te weinig wisten van literatuur en schilderkunst. Het is natuurlijk een heel raar idee dat, dat kunst niet tot de geschiedenis hoort, toch? Dat is een heel raar idee. Kunst is toch een puur historisch gegeven in ja. alle denkbare opzichten. Ja. Als je in Pompeii naar die, naar die muurschilderingen gaat kijken, dan zal het toch een van de allereerste dingen zijn die je opvalt, want een totaal andere cultuur dat was. Niet waar waar het christendom geen enkele rol nog had gespeeld. Wat ook lastig kon natuurlijk in dit geval. Maar misschien moet je uitleggen waarom je het belangrijk vindt om dit te bespreken in de podcast. Ja. ja, waarom vind ik het belangrijk? Dan zit ik weer met een probleem. Ik vind het gewoon leuk. Ik weet niet, iemand suggereerde het van in ja, ja. de brieven, toch? Maar kan die niet eens wat aan kunst doen? Dus die is het schuld? Ja, die is een schuld. Ja, ik weet niet wie het was, maar die is een schuld is. Het. En ik vind het leuk om te doen. Ik heb het ook altijd leuk gevonden om stukjes over schilderijen te schrijven die ik. Die, ja. Wat ik nu dan in feite gewoon in, in deze podcast vertel. Maar ik, ik sprak van de week ook iemand en zei ik luister alles, behalve één aflevering. En dat was de aflevering over de postzegels. Die vond ik ook afschuwelijk, zei hij. Postzegels. Je hebt een keer over postzegels, had je ook ja. zo'n boekje meegenomen? Ja, postzegels ook een heel leuk, interessant onderwerp. Dat postzegels ook een... <coughs> ja, dat is even, mijn stem is even verdwenen. Maakt niks uit. We doen... <coughs> Dit kun je er allemaal uitknippen, toch? Ja, 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 we kunnen allemaal knippen. Hoewel ik wel eens gedacht heb een bandje te maken van het hoesten van mijn broer en mijn zuster s'ochtends bij het ontbijt allebei rokers natuurlijk. Grote god, nou, hoe daarbij vergeleken is, dit hoesten van mij echt. kleutergehoest. hoest. kan het niet anders noemen. Puur kleutergehoest. hoest. Dat, dat kon al twintig minuten achter elkaar doorrollen. Oh. Dat is echt ongelooflijk werkelijk. Maar goed, wat jij zei nog iets. Dat hij had niet naar de postzegels geluisterd. Nee, altijd was dat. Hoogst interessant onderwerp. Ik heb altijd al, al jaren gedacht dat ik een leuk boekje wilde schrijven over postzegels. Ja, maar het is dus toch, het is zo'n niche dat, dat jij het leuk vindt en een paar anderen met je. En dan houdt het al snel op. Ja, dat is enorm. Jammer. Al die dingen die, die je zelf hartstikke leuk vindt, maar die andere mensen niet leuk ja. vinden. Maar bij deze het oproep zoek u even terug. Postzegels, hele leuke aflevering. Ja, eh, maar ja, mijn, mijn uitgever was nooit een klap. Geïnteresseerd in mijn ideeën over hoe je een leuk boek over postzegels zou kunnen zou kunnen maken. Er bestaat nou een ontzettend leuk boek over vogels op postzegels. Eigenlijk een vogelgids en een. En een gids van, van Postzegel's Overvol. Ja. Heel le leuk gedaan. Dat heb je toen ook verteld, volgens mij. Ja, dat heb ik. Of misschien wel laten zien. Hartstikke leuk gedaan, vond ik ook. Ja, dus we gaan nu uh, toch weer een schilderij doen. Als mijn stem het een beetje wil houden. En dat is een totaal andere schilderij dan Jagers in de Sneeuw. Het is ook in een totaal andere tijd gemaakt. De thematiek is ook Totaal anders. Het is namelijk een schilderij wat heet L'été. Dan weet u het eigenlijk al, het is inderdaad, u dacht het al, een Franse schilder. Hangt overigens in een Duits museum waar het gewoon zomer heet. En wij zouden het de zomer kunnen noemen. En het is geschilderd in 1874 door een Franse schilder die heet Monet. En Monet, dat zal bij vrijwel iedereen toch wel een lampje. Laten branden. Niet waar, een van de grote voorhangers van het impressionisme. Misschien wel de grootste impressionist die geschilderd heeft. En daarna ontwikkelt die schilderkunst zich weer op allerlei interessante manieren. Waar we in principe betrekkelijk weinig over gaan zeggen. Want het zijn vaak toch op een, ontwikkelt zich op een manier die ik niet bijster aantrekkelijk vind. Maar dit schilderij, hij. Van Monet, geschilderd in 1874, is. in mijn ogen een verbijsterend meesterwerk. Het is een uitgesproken impressionistisch schilderij. Ik ben er ook van overtuigd dat het geschilderd is en plein air, zoals dat toen heette in die tijd. Hij heeft buiten gezeten met zijn paletje en zijn schildersezeltje. en hij schildert eigenlijk. Ja, een landschap, je ziet blauwe bergen in de verte, er staat hoog gras, maar het is duidelijk, het is zijn vrouw en waarschijnlijk een vriendin van zijn vrouw of zoiets dergelijks en zijn zoontje. Zijn vrouw heette Camille, die is niet oud geworden. En eh, ook dit schilderij over zit in die, in die eh, hoe heet het, de reeks van, van Google waarbij je eigenlijk tot in het kleinste detail kunt zien hoe het geschilderd is. En nou ja, vergelijkt u nog maar even jagers in de sneeuw met dit schilderij, LT. En u ziet dat hier met wat, wat hier gedaan wordt op een, op een doodsimpele manier, want je, dat denk je tenminste, hè, dit is, dat kan ik ook, dat denk je in al Allenberg, vooral als je ziet hoe die dat met de... Als je naar die details kijkt, dan denk ik... Bah, en dan zie je dat hele schilderij. En ik, zou, ik weet geen zomerse tafreel dan dat schilderij. Het is ook naar mijn idee een van, de, een van zijn meest totaal overtuigende impressionistische schilderij. Het impressionisme is overigens door een, een, een negatieve criticus eh, benoemd. Omdat op een andere tentoonstelling, een, vrij kort daarvoor, een schilderij van... Eh, Monet ook heen. Dat heette Impression Soleil Levant. He, uh, impressie van de opkomende zon. Uh, wat naar mijn idee ook best aardig is. En je begrijpt best waarom het uh, zo genoemd werd. Maar ik vind dit eigenlijk een veel... Althans, mij sprak het veel meer aan, dit schilderij. En wat is het impressionisme? Het impressionisme is eigenlijk een, een schilderkunstige richting. Waarin, eh, waarin het vooral gaat om de eerste impressie van datgene wat je ziet. Om die zoveel mogelijk en zo natuurlijk mogelijk op het doek te krijgen. En bovendien is, daar, wordt daar een hele andere schilderkunstige techniek voor gebruikt. Namelijk eh, een hele losse toets. Dat kun je ook, als je even in dat Google-ding en je kijkt. En ik kijk bijvoorbeeld naar het hoofd van zijn vrouw. Zoals hij dat, heeft, dat is even, even los aangezet. Het is juist. Het, het wonder dat dat schilderij zo werkt. als je op twee meter afstand gaat staan. En, 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 en als je dan kijkt hoe dat in feite met de kwast gedaan is. dan denk je: grote god, nou, doe. Je denkt altijd: kon ik dat maar? Zo, dat denk je erbij. Hè? Ik denk, bij heel weinig dingen denk ik: kon ik dat maar? Ik denk nooit bij Max Verstappen: kon ik dat maar? Nooit. Maar je hebt, van die, je hebt van die pianisten dat je ook denkt. Ach Jezus, als ik toch als ik dit zo zou kunnen spelen, dat, dat, nou, dat, dat zou wel zo'n ongelooflijk gelukzalig gevoel moeten geven. Nou, dat zou ik ook kunnen krijgen als ik, als ik dit schilderij. Nu de vraag natuurlijk, waarom heet het ook Zobber? Want dat is het bordje wat het bordje aangeeft in het museum. Ik zag dit schilderij voor het eerst. Ik denk 30 jaar geleden of zo, we hadden we een uitwisselingsprogramma met, met Berlijn met het Amerika Instituut in Berlijn wat uh, vrij omvangrijk was, goed geoutilleerd ook, en dat was toen nog in Dalem, dat is een buitenwijk van Berlijn. En ja, god als je in Berlijn bent, ga je ook naar de musea. En dit hing toen in de Neue Nationale Galerie. En dat die was ondergebracht in de kelder van een gebouw van uh, Mies van der Rohe. Het enige Gebouw, heb ik begrepen, van Mies van der Rohe, die een hele beroemde architect was, die naar Amerika is uitgeweken vanwege het de Derde Rijk. Wat in Duitsland gebouwd is. Het is een veel bewonderd gebouw. Het is overigens helemaal gerestaureerd een aantal jaren geleden. En iedereen vindt dat ontzettend mooi, behalve ik. Ja, ik, het, het, het is toch. Het, het dak is te zwaar. Je hebt, net, je hebt steeds het gevoel dat, dat de luchtige. Onderkant dat die geleidelijk aan in die kelder zou verdwijnen. Dus, eh, maar dat doet er natuurlijk allemaal niks toe. Want in die kelder hing dat schilderijleed in wat ik nooit gezien had. Niet, niet uitzonderlijk. Want Monet heeft 4000 schilderijen achtergelaten. Dus ja, dat je er cer en niet hebt gezien. Zeker niet als het in Berlijn hangt, voor mij natuurlijk altijd af. komt dat ding in Berlijn? Gekocht door de kunsthandel, aangekocht in de tijd door het Museum. Maar goed, dat we zullen zo, zullen, ik zal zo vertellen waar het nu wel hangt. L.T. En ik denk op nog geen tien meter afstand van dat schilderij, L.T., hou nog even in gedachten, het is van 1874, hing een opmerkelijke impressionistische schets van een schilder waar ik nooit van gehoord had. Adolf von Menzel. een Duitse 19e-eeuwse schilder. Dat schilderij heet De Balkonzimmer, de, de Balkonkamer. Eh, fantastisch gedaan. En als u ernaar zou, zou kijken, ook hier, dit is ook in, zit ook in die Google-serie. Dan zegt u dat is een impressionistische schilderij. Ja, dat is een compleet geniaal impressionistische schilderij. Het is ook volkomen onduidelijk waarom het zo'n zo meesterlijk schilderij is, wat je nooit meer vergeet. Dat je, ik geloof dat ik toen meteen vijf briefkaarten ervan gekocht heb. om aan Jan en allemaal te sturen. Moet je nou toch eens kijken wat ik ontdekt heb. Niet waar? Zou het nou das zien? Of dierbalkon zien? Nou, zie je. Ook als je redelijk Duits spreekt, zoals ik. dan is het je niet duidelijk of het dier, dier, das. Je het even is. opzoeken. Maar goed, ja, je kunt het even opzoeken. Ik hoop ook dat. Balkon zien Typ dat maar in, dan zie je het vanzelf: aanhalen van mensen. Maar nu komt niet waar de frap van dit verhaal. Die schets, die balkoncime. is van 1845. Dus dat is gemaakt 30 jaar. voordat. Voor het impressionistische stijl. van Monet zich had ontwikkeld. Het is das trouwens. Het is das balkoncime. Oké. Okay. Goed zo. Ik ga het daar nog over hebben. Waarom dat zo'n meesterlijk schilderij is. Waarom voor mensen. Kijk, als je aan de, aan de 19e eeuw denkt, dan denk je toch aan Parijs en aan, aan al die impressionisten en, en ga ze maar door. Je denkt natuurlijk niet aan, aan Duitse schulders. Nou, misschien begin 19e eeuw, Caspar David Friedrich of zo, hangt dan altijd de vage geur van het nationaalsocialisme bij, maar wat eens volkomen onterecht is. Maar je denkt toch niet aan Van Menzel, die bovendien een autodidact was en een dwerg wel heel oud geworden. Maar goed, ik zal later... Zal ik maar. kijk ook nog even voor de aardigheid naar dat dansbalkon En u zult zien dat de penseelvoering, de manier waarop dat geschilderd is... precies hetzelfde is. En dat je dus ziet dat een briljante schilder, zoals Van Mensel... als hij een schetsje maakte, want dit is een schetsje... hij heeft meer schetsjes gemaakt, niet waar? Dat hij dat die ook al, al 30 jaar voor... Dat het impressionisme een officiële beweging was geworden. kon van mensen al fantastisch impressionistisch schilderen. Maar goed, tegenwoordig hangen deze dingen niet meer. in dat gebouw van de Nooie Nationaal Galerie. Die hangen merkwaardig genoeg. in de Alte Nationaal Galerie, en die bevindt zich op het zogenaamde Museum Insel. Wat tegenwoordig UNESCO werelderfgoed is. En dat die die nationale Galerie, waar tegenwoordig alle 19e-eeuwse schilderkunst hangt. Dus ook weer Wenzel hangt daar, Monet hangt daar, fantastisch museum. En, en dat is de, de uiterlijk is een Griekse tempel. En ook geverfd op de manier waarop dat vroeger het geval was. Het is een heel wonderlijke tempel, want het is een beetje tempel, het is een beetje paleis, het is een beetje, het is een beetje een museum, het is van alles wat. Maar het is een geweldig museum. Het staat ook op een verhoging op dat museuminsel, ga vooral kijken. Ik zal later nog iets zeggen over die Duitse schilderkunst van de eerste helft van de 19e eeuw, maar voorlopig eerst Monet. Die in allerlei opzichten, eh, hoe zal ik dat nu eens zeggen, eigenlijk een succesvolle schilder was. In zijn jeugdjaren heeft hij wel wat moeilijke tijden gehad. Zijn vrouw is heel jong overleden. Maar tenslotte is hij eigenlijk een enorm succes geworden. Eh, kon hij regelmatig met groot succes exposeren. En, en heeft hij, niet waar, tenslotte heeft hij eigenlijk een soort van, van wereldwonder van zijn tuin gemaakt. En van de, van de schilderkunstige eh, afbeelding van die tuin. Hij heeft schitterende grote schilderijen gemaakt, nietwaar? Van, van de, de waterplanten, van van alles en nog wat. Eh, die, die, dat is een heel interessante ontwikkeling die je bij hem ziet. Het, je ziet zelf wel, het gaat naar de abstractie, maar het is niet abstract. En dat is eigenlijk een van de interessantste momenten, denk ik, in de ontwikkeling van de schilderkunst. Dat je dat nog steeds dat je kunt zien wat het is. En tegelijkertijd, niet waar, hangt het naar de abstractie toe. En een grote fout, mijns inziens die tenslotte gemaakt is door de schilderkunst, een heel begrijpelijke fout. Want ja, je wilt in beweging blijven, Daarvan van kudisme was altijd in de mode, hoe dan ook. En dat men heeft tenslotte gekozen voor de totale abstractie. Monet heeft nooit gekozen voor de totale abstractie. Dat lijkt misschien zo, maar het is niet zo. Ik moet er wel bij zeggen dat aan het eind van zijn leven... hij is heel oud geworden, was geboren in 1840... en hij is overleden in 1926. Dat hij enorm populair was. Dat de Franse president was een goede kennis van hem. Eh, nou ja. Overigens, toen op begraven werd... diep Keizer Wilhelm II voer op in de, in de begrafenis toe. Dus het zijn allebei hele succesvolle schilders en volkomen terechte succesvolle schilders maar Monet had aan het eind van zijn leven denk ik wel een ernstige oogafwijking en dan heeft hij toch een aantal schilderijen gemaakt kun je nog miljoenen voor krijgen hoor daar niet van maar die volgens mij dat is het niet meer laten we het zo maar zeggen dat is het niet meer zoals je wel eens oudere mannen op de televisie hebt wat je denkt dit is het niet meer ja, ik zeg, dit is, ik zeg dit speciaal, dames en heren. Zodat u dit doelpuntje even zelf in kunt koppen. Heeft hij niet in de gaten dat hij. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar dus die, in die tuin van hem. want het is, het is tegenwoordig prachtig opgeknapt, dat huis in die tuin. Dat is een Givani. U kunt er gaan kijken. Ik geloof met Amerikaans geld, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het, ook, het is ook fijn dat hij tot zijn allerlaatste dagen. Tot zijn nadagen. Ook als het eigenlijk niks meer is, als ze gek geschilderd heeft. Dat is wel geweldig. En er staat ook zeggen, er zijn ook wel plaatjes van wat die schilderde Toen hij 18 kon hij al schilderen, dat je denkt: zo, dat is echt. En wat, wat Monet ook enorm. Kijk, <coughs> dat is eigenlijk de overeenkomst tussen dat balkoonsie en, eh, en LT. Eh, zomer Zitten we in zijn zomer, die zomer. Niet de das om. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Die allebei die schilderijen gaan over licht. Hoe, hoe valt licht? Wat, wat is licht eigenlijk precies? Hoe, hoe beeld je een, een, een lichte zomerdag af? Ach, dat schilderij van Monet. Er zijn ook van die boompjes in. En je ziet dat er een, een zomerwindje waait. En de jongetje is daar bezig in het lange gras. En het, het is een, hij heeft andere schilderijen gemaakt van, die, van zijn eerste vrouw. Zo'n witte parasol en zo, waar dat jongetje ook op staat. Dat je denkt, hoe is het mogelijk dat je zo, dat je zo kunt schilderen? Wat een, wat een zegen dat dit, dat dit geschilderd is in allerlei opzichten. Maar hij was ook geïnteresseerd in licht en ruimtes. En hoe het licht in een ruimte, hoe dat, hoe dat viel. Zo heeft hij bijvoorbeeld een hele lange serie gemaakt van de, de voorkant van de kathedraal in Rouen. Eh, onder verschillende lichtomstandigheden. Opkomen van de zon op een zonnige dag, op een grijze dag. Nou, het is een hele lange serie. Eh, op de slotte denk je, nu heb ik het wel gezien, dat moet ik eerlijk toegeven. Hij heeft hetzelfde gedaan met hooioppers, maar je ziet dat hij die, dat die experimenteel bezig is. Van hoe, hoe verandert de wereld als het licht verandert? Nou, totaal, dat je weet. Hè. Ik weet niet of je ooit een... een ...toneel heb gezien waar, waar de lichten uit zijn... ...dan denk je, jongen jongen wat een treurige boel. En als dat nou goed ingericht is, dat toneel... ...en, en de, de belichting heeft er verstand van... ...dan denk je, hoe is het mogelijk dat het... He, dat, ...fantastisch werkelijk, ja. Ik ging nog naar een voorstelling van Bette Mittler in... ...in, hoe heet het, ja, zo dwaal ik af... ...van Bette Mittler in Carré. Nou, dat, dat, dat je denkt van... ...ja, je kunt die Amerikanen van alles verwijten, maar... En ze hebben hier een belichter mee gebracht die zijn vak verstaat. Want dit is echt. Ik vond het fantastisch belicht. Ja, even de eerste keer dacht ik van jongen. Met zo'n belichting. Ja dan, dan moet het wel lollig worden. Het was trouwens ook een geweldige show van die Bert Had ik dat er direct bij. Gezegd. Maar goed. Ook mensen is geïnteresseerd in licht. Mensen heeft van alles gedaan. Zoals we nog zullen zien als we ooit. Dat balkon zien we gaan, gaan bespreken. Uh, maar. Een van de aardigste series die Monet gemaakt heeft. is. Het Licht onder de stationsoverkapping. van het station Saint-Lazare in Parijs. Groot Parijs station. Geen idee of het nog bestaat, moet ik eerlijk zeggen. Vermoed eerlijk gezegd. van niet. Eh, en dat zijn geweldige schilderijen. Dat je denkt: wat is het toch jammer. dat er tegenwoordig niet een of andere pievinding. in die. In die in die hal van, van het station in Haarlem ziet en een fijn schilderij van maakt, waar Dat is toch wel een beetje. Dat, dan kijken ze allemaal lollig die abstractie hoor. En ik krijg je natuurlijk altijd dat bezwaar dat ik niet getimmerd ben. En van wie de neigingen heb en ik weet al niet wat. Maar ooit was de schilderkunst ook registrerend. Het liet zien hoe de, hoe de wereld eruit zag en hoe mensen naar de wereld keken. Je hebt niks aan abstractie. 0,0. He, het is totaal oninteressant. Er is ook onderzoek gedaan naar, naar de loopsnelheid van mensen in musea met abstracte schilderijen. En zolang het figuratief was, keken ze ernaar. En, oh, vind ik het leuk of niet leuk? Of, enzovoort. En dan, dat, dan was er een hele abstracte afdeling. En dan bleek uit metingen dat het looptempo enorm omhoog schoot. Tot ze weer daar waren, waar het weer. Decoratief was. Ja, dit is een Amerikaans museum overigens. Want helemaal boven kom je bij Bacon. Misschien moeten we daar ook ooit iets aan doen. Bacon is ook een geweldige schilder. Zijn, zijn atelier is, is, hoe noem je dat, ge geconserveerd. Dat, en ik ben altijd, altijd als ik denk: het wordt nou wel slordig in mijn, in mijn studeerkamer. Denk ik aan het atelier van Bacon. Dat is al zo'n ongelooflijk gruwelijke, smerige. Hoop. Dat hou je echt niet vermogen, mogelijk. Vooral niet als je weet wat er tenslotte uitgekomen is. Beken was een, al, een beetje raar soms misschien. Maar het beken was toch een groot schild. Zonder enige twijfel. Dus ja, dat is het schilderij van Monet. Wat zo volkomen anders is dan Jagers in de Sneeuw. Maar zo goed als Jagers in de Sneeuw iets heeft opgepikt van de essentie van winter. Zo is het schilderij van Monet ook de zomer. Ook als er nooit meer een zomer komt, moeten we dat schilderij ergens bewaren. Zodat mensen weten hoe een zomerdag, een zomermiddag kon zijn. Ik heb juist in de sneeuw ook even gekeken. Uh, maar ik, uh, je ziet wel dat het al een hele tijd geleden geschilderd is. Het is een beetje klungelig. Er zit niets klungeligs in. Uh, je, je, wel, wel heeft Breugel heeft iets, iets. Hoe zal ik dat zeggen? Eh. Uh, Karikaturistisch, zou ik zeggen. Daar was hij goed in. Ook, ook, ook mensen zijn vaak karikaturen bij Breul. Maar dat is, dat is niet omdat hij het niet kon of niet wist of zo. Je vindt niet dat het erg simpel getekend is, allemaal? Nee, absoluut niet. Nee, Totaal niet. Ook, ook die jagers op de voorgrond en dan dat, dat, dat. Ja, wat is het? Die, dat dat, dat fantastische ijstafreeltje met al, ja. die, al die schaatsers. Ja, en... ik vond het een beetje knullig. Oh, hartstikke leuk. Het is in de verte. Zo, je, je ziet het uit de verte. Ja. Nee, ik, heb, ik heb dan even op Google gekeken. Wat jij ook zei. Er was trouwens ook iemand die de link daarvan meestuurde. Dus die zullen we even in de beschrijving zetten. Ja, want in Google kun je ook al die lollige details opjagen dus in de sneeuw. Ja. Want er is een schoorsteenbrandje. Maar dan moet je wel, moet je wel een beetje op gaan letten. En je hebt die vogeltrap, heb je natuurlijk. Ja. En dan natuurlijk al dat die ijspret. En die, dat bejaarde vrouwtje met die takkenbos op de rug. Ja. Ja. Wat mij altijd onmiddellijk doet denken aan mijn verblijf in Griekenland. Waarbij, heb ik dat al verteld? Ja, heb je al ja. verteld. Waar je ook ziek bent geworden? Zo, we ziek zijn. Jongen, jongen, jongen. Ja, dat Griekenland, al die werkende vrouwen en al die. Ach, die mannen, die zagen het wel zitten allemaal lekker bij een triktrak. En een sigaretje erbij, heb Ja. Maar het fijne serie over schilderijen zegt Frank Tempelman. Uh, je noemt terloops in de aflevering over het wintertafereel um, de schilderkunst van Vermeer. Dat in hetzelfde museum in Wenen hangt. Ja. Wist je ook dat het schilderij daarvoor in de salon van, zekere besnoor, van een zekere besnorde dictator... Daar in, heeft hij groot gelijk in. Vandaar dat ik al zei, hoe komt die, die l'été terecht in, het, in, in die Alte Nationale Galerie. L'été, dat is ook het gekke trouwens, ik heb nog niet vermeld. Dat gebouw van die eh, alte Galerie, wat overigens prachtig was, zwaar beschadigd in de oorlog, vanzelfsprekend in het centrum van Berlijn, eh, maar is prachtig opgeknapt, want wat dat betreft is echt die eenwording van Duitsland, wat die West-Duitsers aan geld in dat, in die DDR gepompt hebben, of het nou de infrastructuur was, of de renovatie van een van cultuurgoed, het is, ik geloof dat ze nu op 2,500 duizend Miljard staan. Dat, dat, is echt, dat is echt indrukwekkend. Maar goed, dat gebouw is gek genoeg van 1876. Dus dat, dat, eigenlijk dat moderne schilderij, LET, is twee jaar ouder dan, het, dan, die, dan die historiserende Nationaal Galerie, die het werk is van, ik meen de meneer Strak. S-T-R-A-C-K. Een sigaretje erbij, huppakee. Voor NPO 1, dat is het toch al een dictatoriale instelling, dus daar willen ze mij best, best beluisteren. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend Jan wel heel vreemd. Aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live-podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet sidderend wakker te schudden. Omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets Studium niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Klaas Arians had lef en gooide 95% van alle managers bij ABN Amro eruit. En met succes. Hij vertelt over zijn aanpak in de podcast C-Level. Luister de aflevering nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.